Dus fraude komt gewoon minder voor in bedrijven die sterke inkomensprikkels hebben. Het is sterk de vraag of dat sterke inkomensprikkels tot meer fraude leiden. Wat we eigenlijk zien is dat bedrijven die veel inkomensprikkels hebben, dat die een hele sterke defensie hebben tegen eventuele fraude. Je ziet bijvoorbeeld sterke commissarissen terug in dat soort bedrijven. Commissarissen die goed loononderhandelingen kunnen voeren, ook met de hoogste bazen. Met als gevolg dat men mede zeg maar, minder aanleiding heeft tot fraude. Daar is ook onderzoek over gepresenteerd afgelopen jaar door Dave Larker hier in Tilburg. Dave Larker van Wharton, die met twee andere collega's specifiek dat probleem heeft bekeken en vaststelt dat fraude in bedrijven met sterke inkomensprikkels minder een probleem is dan in bedrijven met kleinere inkomensprikkels. Dus het is eigenlijk andersom. De overheid wapent zich slecht tegen de leugen. De reden is dat als de overheid iets bedenkt, ook al is het een leugen, zij nauwelijks blootstaan aan concurrentie. Daar waar bedrijven individueel duizenden bedrijven tegenover zich vinden met wie ze moeten concurreren, vinden landen maar een beperkte hoeveelheid concurrentie tegenover zich waar, op basis waarvan ze moeten concurreren. Met als gevolg dat slecht beleid, wanbeleid, jarenlang kan voortduren zonder dat het land zichzelf gaat corrigeren. Een voorbeeld daarvan is de New Deal policy die ingezet werd door Roosevelt in de jaren 30 met het idee van als ik nou alle consumenten meer inkomen geef, dan zullen zij vanzelf ook meer gaan consumeren en dat zal mijn economie weer op gang helpen. Dat deed hij doordat bedrijven dan moesten beloven dat ze ook meer geld gingen betalen aan hun medewerkers, maar dan werden ze dus beschermd tegen concurrentie. Nou, het gevolg was dat de innovatie in de VS vreselijk afnam, met als gevolg dat de economische groei juist achterbleef. Alleen, niemand zag dat direct. Hij is inderdaad gered door de Tweede Wereldoorlog. Toen moesten ze wel innoveren en toen kwam er zoveel vraag dat daardoor de economie alsnog erbovenop kwam. Staten laten zich niet zo eenvoudig corrigeren. Nee, staten zijn per definitie soeverein. Dus in die zin kunnen we ze niet echt disciplineren. En ook in de EU-discussie speelt dat steeds een heel belangrijke rol. Zo gauw als de soevereiniteit aan de orde is, dan gaat iedereen stijgeren. Denk maar aan het over wat er gebeurt zo gauw er van een federaal Europa wordt gesproken.